In de nacht van woensdag op donderdag is de schelpenzuiger HA38 naar Harlingen gesleept. Rond 5 uur werd het schip dat op de Noordzee is omgeslagen op de kop de haven van Harlingen binnengetrokken. Eerder was de schelpenzuiger woensdag naar de Richel, een zandbank bij Vlieland, getrokken. Volgens de huidige berichten gaan pas vrijdag duikers van de politie een onderzoek in het omgeslagen schip doen. Er is nog 1 opvarende niet teruggevonden. Het lichaam dat in de nacht van dinsdag op woensdag aanspoelde op Terschelling blijkt inderdaad een van de bemanningsleden van de HA38 te zijn. De 46-jarige kapitein uit het Groningse Leens ligt in kritieke toestand in het MCL in Leeuwarden.